Hey, deze les gaan we beginnen met yoga. Een beetje je lichaam losmaken en opwarmen. Daarna gaan we over naar ongeveer 25 minuutjes hoge intensiteit met intervalletjes. Dus verschillende soorten oefeningen gaan we doen. En we eindigen uiteindelijk weer wat rustiger aan om weer even contact te maken met je lichaam. Dus we gaan gewoon eerst even beginnen om er even uit je hoofd te komen en in jouw lichaam te komen. Ik heb hier heel zachtjes de muziek aanstaan. Je mag je eigen muziek opzetten, de muziek die jij zelf fijn vindt. Als je dat even wilt doen, zet dan nou de video even stop en ga even je muziekje zoeken voor de yoga en maar dadelijk ook voor als je wat harder gaat werken. Want dan is een beetje een uptempo muziekje ook altijd wel fijn om dat te hebben. Okay, als je zover bent, kom in ieder geval staan en dan zet je de voeten onder de heupen en je zet je armen langs je lichaam en je gaat eerst eventjes goed contact maken met jouw voeten op de grond. En je gaat je grote teen, je kleine teen en je hielen heel even voelen. En dan ga je omhoog. Je knieën zijn lichtjes ontspannen. Niet helemaal overstrekt, maar wel een mooie, rechte, sterke benen. En je gaat omhoog langs je benen naar je heupen. En je zorgt ervoor dat je heupen niet veel naar achteren, ook niet veel naar voor. Als je er even wil voelen, dan kun je heel even je heupen naar achteren duwen. Je heup even naar voren kantelen en dan in het midden, daar hou je ze. En dan blijf je staan en dan voel je als het goed is ook een hele lichte spanning in jouw buik. Dan til je je borst een klein beetje op. En je kin duw je ietsjes in. En alsof je, alsof je aan een draadje aan het plafond hangt, even heel mooi lang. En dan ga je ademhaling even voelen. Dus je ademt goed naar je buik in. En je ademt rustig aan uit. Adem diep in. En adem nog een keer uit. Adem in. En adem uit. Strek je arm omhoog. Adem in. En je armen naar beneden, adem uit. Nog een keer adem in. Adem uit. En kom wijd staan. Zet je voeten wijd. Je gaat inademen, neem je handen mee omhoog. En adem uit, duw laag. Adem in. En adem uit, duw je knieën naar buiten toe. Adem in. En adem uit. In. En uit. In. En uit. In, armen hoger. Uit, iets dieper. Adem in. Open naar boven. En adem uit. Open. En zak door de benen, adem uit. Open en adem uit. Nog twee keer. Adem in en adem uit. Adem in. En kom naar beneden toe. En één hand boven en één hand onder. Dan zak je naar beneden toe. Dan kom je omhoog en dan ga je draaien. En dan doe je de andere boven, dan zak je ook weer naar beneden toe. Dan kom je omhoog en dan ga je draaien en je andere hand naar beneden toe. En zo wissel je om. Dus omhoog, daar ga je wisselen. Naar beneden duw je energie laag. Adem in, pak die energie op en duw hem naar beneden. Adem in, pak hem op en duw laag. Adem in. Hoe diep kun jij inmiddels zakken? Als het kan, probeer eens heel even die energie echt mee naar beneden te nemen, in die benen te duwen. Dus daar jouw kracht te pakken. En neem die ademhaling mee. Dus je ademt in, je wisselt. Je ademt uit, laag. Adem in.
laatste twee keer. Adem in. En uit. Adem in. Adem uit. Kom omhoog, armen wijd. En duw laag. Kom omhoog. Arm wijd. Oké, let op. Nu gaan we naar de rechterbeen. Adem in. En adem uit. Duw op linkerbeen. Adem in. En adem uit. Dus open jezelf op en draai weer. Dus hop, naar links. En adem uit. En naar rechts. En adem uit. Maak jezelf groot. Hè? Dus maak je beweging groot. Maak je armen echt lang. Open die schouders. Je creëert ook ruimte bij de schouders. Maar intussen hou je ook die ademhaling goed vast. Dus adem uit. En adem in. En adem weer uit. En adem in. Laatste twee keer groot maken, inzakken, groot maken en inzakken en kom staan. Armen langs je lichaam, voeten onder de heupen. Draai een kwartslag, want we gaan naar de zonnegroet. Kom aan de voorkant van jouw matje staan. Maak jezelf helemaal lang, rijk omhoog. Duik naar beneden toe in de forward fold. Zet je handen op de schenen. Rechter rug. En we naar beneden toe. Jouw rechterbeen is je been naar mijn kant. Die gaat naar achter toe in de grote lunge. Heup is laag. Borst is opgetild. Zet je handen plat op de grond en stap vervolgens naar de down dog. Neem hier al even de tijd. Doe jouw borst naar de bovenbenen toe. En duw jezelf in je schouders. Rol je vervolgens af naar voren toe. Je zet je knieën aan de grond. Je zakt rustig aan laag, ellebogen smal. Leg je voeten neer. Duw jezelf een klein beetje op. Tenen weer in de grond. En duw jezelf terug naar de down dog. Jouw rechtervoet komt weer naar voren toe. Tussen de handen in. En dan draai je deze kant op. Til je arm op. Zet je hand neer. Sluit bij. En rol op. Adem in. Gaan we naar beneden toe. Adem uit. Zet je hand op de schenen. Gestrekte benen, rechte rug. Adem uit en ontspan je nek en je schouders. Jouw linkerbeen gaat nu naar achteren toe in een grote lunge. Achterste benen sterk, borst is op. Je duwt jezelf nu naar de down dog. Dus til die billen op naar het plafond. Rol naar voren toe in de plank. Adem in. Zet jouw knieën aan de grond en adem uit. Als je wil, duw jezelf hier verder op omhoog. En tenen weer in de grond, duw jezelf terug naar de down dog. Jouw linkervoet gaat nu naar voren toe, tussen de handen in. En je draait van mij af, dus naar de achterkant van de ruimte. Zet je hand aan de grond en sluit bij. Rol rustig aan op. We gaan meer ademhaling meenemen. Je ademt in. En je ademt uit. Zet de hand op de schenen. Adem in. En adem vervolgens weer uit. Jouw rechtervoet gaat naar achteren toe. Een grote lunge. Adem in. En adem uit in de down dog. Adem in. Kom naar voren. Knieën gaan bij deze weer aan de grond. Adem uit. Duw jezelf laag of hoog op, adem in. En duw jezelf weer terug in de down dog. Jouw rechtervoet gaat er tussen de handen in. Als je het hier niet redt, pak je voet en geef een zetje, dat die dus mee naar voren komt. Twist, til je arm op. Zet je hand neer. En sluit vervolgens weer bij. Adem diep in. Doe nog één ronde. En adem uit. Hand op de schenen, adem in,
En adem uit. Linkervoet gaat ver naar achteren toe. In een grote lunge. Borst is op. Duw jezelf naar de down dog. Rol af naar voren toe. Adem in. Je knieën mogen hier van de grond af blijven. Adem uit. En duw jezelf op. Tenen weer in de grond. Uitademen. Linkervoet naar voren. Maak de twist. Adem uit. En sluit vervolgens bij. Blijf je heel even in de forward fold. Ontspan je nek en de schouders. Benen zijn gebogen als het nodig is. Oké, zet je linkervoet naar achteren toe. En je voorste been blijft staan. Achterste voet zet je schuin neer. Vervolgens kom je omhoog. En je tilt je arm op omhoog. Zak laag in je been. En til je borst goed op. En heel diep in je voorste been. Rijd iets naar achteren toe. Klein beetje lager. Hou mee vast. Kom weer naar voren toe, laag, hand naar de grond. Sluit je voet bij. Zet je andere voet naar achteren toe. Zet je voet schuin neer. Voorste been is gebogen. Duw jezelf op omhoog. Til je arm op. Zak laag in je been. Rek die arm omhoog. Strek je borst op. Omhoog en naar achteren. Adem goed uit naar de benen toe. Dus voel daar jouw kracht. Kom naar voren. Zet je hand aan de grond. En sluit bij. Rol rustig aan op. En we gaan nog één stukje doen. Een klein stukje voor je balans. Kom staan. Zet jouw voeten bij elkaar. En jouw rechtervoet zet je aan de grond. Bij de kuit. Of bij je bovenbeen neer. En je armen strek je wijd. En die hou je hem heel even vast. Til je borst mooi op. Voel goed jouw voet tegen je bovenbeen aan. En kom opzij. Als je moeite hebt met je balans, hou je ogen op één punt. Open weer. Til je borst op. En je armen laag. Zelf doen we aan de andere kant. Zet hem neer waar het voor jou haalbaar is. En jij kunt blijven staan. Armen meteen wijd. Til op. Voel hoe stevig dat je staat. En voel de energie van je bovenlichaam. En voel de kracht vanuit jouw benen. Hou je ademhaling nog rustig. Kom opzij. Langzaam. Maak een mooie C van jouw bovenlichaam. Als je bijna omvalt, is het niet erg, hè? Zet dan heel snel je voet even aan de grond. Sluit hem dan gewoon weer bij als het weer gaat. En open weer. Armen laag, been naar beneden toe. Kom hoog op de tenen. Zoek hier jouw balans. Klein stukje naar voren. Dus kantel vanuit jouw heupen naar voren toe. En dan hoog op de tenen. Armen zijn naar achteren toe.
Blijf op de tenen, buig je benen. Zak laag, hou je armen nog steeds laag. Kijk even hoe laag dat jij kan zakken hier. Armen strek je verder op nu. Ik ben nog steeds hoog op de tenen. Blijf op de tenen, kom hoog. Blijf een beetje wiebelen op de tenen. Maak jezelf echt helemaal groot. En handen op elkaar, hier naar beneden zet neer. Oké, je mag je sokken en je schoenen aandoen. Want dan gaan we nu verder met het stukje hoge intensiteit. Dus je hartslag gaat verder door omhoog. Ik ga ook de timer erbij aanzetten. Wat gaan we doen? We gaan 50 seconden werken. 10 seconden heb je heel even pauze. In de 10 seconden laat ik de volgende oefening zien. Het is een blokje van 10 minuten. Maar voordat we aan zijn gekomen, gaan we natuurlijk eerst even rustig aan opwarmen. Want je wilt je hartslag natuurlijk iets omhoog hebben. Want je lichaam is nu lekker losgemaakt. Je hebt goed contact gemaakt met je lichaam. Dus nu gaan we eerst even zorgen dat je een beetje op gang komt voordat we aan het blokje gaan beginnen. Dus doe je schoenen aan. Zet eventueel een ander muziekje op als je dat wil. Net even een muziekje waar iets meer kracht in zit als je dat wil. En zorg dat je ook wat ruimte hebt. Zo vanuit daar mooi kunnen gaan beginnen. Matje heb je wel nodig tussendoor om de buikspieren nog te kunnen doen. Maar het is pas iets later. Dus hou die in ieder geval wel even in de buurt. Dat je hem altijd kunt pakken. Zorg eventueel voor wat te drinken. Dat is ook altijd wel even fijn. Oké, we gaan van start. Als je zover bent, zet je voeten neer. Gaan we eerst beginnen met squats, dus je kniebuigingen. Je zakt en gaat op. Je zakt en gaat op. Zakken, op. Oké, maak contact met jouw grote teen, jouw kleine teen en jouw hielen op de grond. Knieën mogen naar buiten toe. Je hebt net je lichaam al een klein beetje losgemaakt. Dus dan zul je misschien ook wel merken dat je net even toch wat los bent in de heupen. Dat is het voordeel van de yoga van tevoren. Op, zakken, op, zakken, op. Let op, je zakt en je komt omhoog en je draait. Zak en draai, zak, draai, zak, draai, zakken, indraaien. Laag in de benen, hoog in je bovenlichaam, jezelf goed optillen. Hop. En die twist even goed maken. Draai. 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 Gebruik eventueel je ademhaling. Maar dadelijk als jouw hartslag omhoog gaat, dan zul je vanzelf op een snellere manier gaan ademhalen. Dus ook niet zo erg, dan hoef je daar verder ook niet echt op te gaan letten. Oké, kleine stukjes squat. Zakken. 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 Hou vast hier, hè. Arm eventueel naar voren. En kom omhoog, we gaan joggen. Als het goed is, voel je dan gelijk al in je bovenbenen. Dus dan ben je al meteen warm. Jog lekker uit. Hakken naar de bil toe. Net ietsjes hoger. Knieën omhoog. En we gaan hem in een ander tempo doen. Blijf even joggen. Kijk even. Hop. 1, 2. En omhoog. 1, 2. En omhoog. 1, 2. En omhoog. 1, 2. En omhoog. Gooi jezelf omhoog. Hop. Trek je knie hoog op. Hop. Hop. Hop.
hier al moeite mee? Blijf je lager. Deze kan namelijk ook, ja, net wat voor jou haalbaar is en wat jij kan hebben. Deze beweging komt straks ook weer terug in het blokje van de 10 minuten. Dus hou dat, onthoud hem. Hou hem even mee in de gaten. Laatste twee. En shuffle naar de zijkant. Tik de grond eraan. Als je veel ruimte hebt, kun je lekker ver opzij. Als je weinig ruimte hebt, dan spring je gewoon iets meer in het midden omhoog. Hop. En op. En op. En op. Ga door. Laag in de benen. Tik even de grond aan. Bam. 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 Laatste twee. Marcheer. Ja, als het goed is, het gelijk wel warmer. Ik in ieder geval wel. Schrijf even mijn vestje uit. Doe nog een klein stukje voordat we naar het blokje gaan. Als het goed is, heb je het al eentje warmer. Oké, let op. Je komt laag. Handen aan de grond. Stap naar achter. Stap in en kom weer terug. Laag. Stap achter. Stap in. Kom weer terug. Zak. Achter. In en terug. Als je al het gevoel hebt dat het goed gaat, dan maak je er een burpee van. Dan ga je laag, springen en kom je rechtop. Zakken, springen en kom je rechtop. Dus ik kijk even wat lukt, hè, voor jou. We doen er nog vier. Dit is één. Twee. Drie. En vier. Oké. Als het goed is ben je warm. En kunnen we beginnen met het blokje. Dus neem even een stokje water. Voordat we verder gaan. Doe ik dat ook heel even. Ja. 15 seconden werken. 10 seconden. Sta je dus tussendoor even stil. Dan heb je pauze. En laat ik intussen even zien wat we gaan doen. Ik ga de timer aanzetten. We gaan eigenlijk over 10 seconden beginnen. En waar we als eerste mee gaan beginnen zijn de skaters. Daarna zal ik ook meteen even laten zien. Sidestep jump. Sidestep jump. Ik geef tussendoor mogelijkheden als jij wat moeite hebt met springen. Dat als je wat lager wil, dan geef ik je even een mogelijkheid wat je dan eventueel zou kunnen doen. Ja, dus we gaan beginnen met de skaters. Over 10 seconden. Dus van zij naar zij gaan we. 3, 2, 1. Ja, van zij naar zij. Laag in de benen blijven. Hop. Wil je armen erbij meenemen, dan neem je ze mee. Hou je armen liever bij je, dan hou je ze bij je. Dus je kijkt wat voor jou het beste te doen is. Als die hartslag maar lekker omhoog gaat. Als je zo maar zorgt dat je bezig blijft. Hop. Je mag iets sneller als het kan. Je hebt nog 20 seconden. Kom op. 20 seconden voordat we naar de volgende oefening gaan. 10 verschillende oefeningen heb je. Hou vast dit. Hou vast. Hop, hop, hop. 5 seconden. Rustig. Dus sidestep en een jump. Van zij naar zij. Over 5 seconden. Ja, kom. Sidestep, jump. Sidestep, jump. Ga door. Als het goed gaat, ga je ietsje sneller. Als het minder goed gaat of je wordt moe, dan ga je hem dus gewoon ietsjes langzamer doen. Dan doe je hem hier. Kun je bijna niet springen. Dan maak je een klein hopje. Dus je kunt het altijd aanpassen aan jouw intensiteit. Dus wat kun je hebben? En pak die dan. Ja,
hebben nog 8 seconden. Kom op, hè. Ga door, blijf springen. Blijf bewegen. En rustig aan. Naar achteren toe uitstappen. Om en om. Ze hebben de benen losgeschud. Komt ie. Stap naar achteren toe uit. Als het kan, jouw knie zoveel mogelijk naar de grond. Anders blijf je een klein beetje hoger. Ook hier pas je natuurlijk de beweging aan wat jij kan hebben. Dus voel goed hoe het gaat. Voel de druk in je bovenbenen. Je hebt nog 20 seconden voor deze. Beetje spanning op de buik houden. En ga door. 10 seconden nog. Hoppa, blijf lekker bezig. Blijf in beweging. Volgende. Laag. Burpee. En je shuffelt. Dus van de ene naar de andere kant een shuffle. En een lage burpee. Oké, dus laag. Hop. En een shuffle. Blijf laag bij de grond. En een shuffle. Blijf laag bij de grond. Shuffle. Blijf laag. Kun je die burpee niet? Dan doe je stappen en in. En dan ga je gewoon een paar stapjes opzij. Ja, dus deze mag je ook doen. Dus kijk ook hier even neer wat jij kan. Als je hem wel kan, dan blijf je meegaan. Kom op. Hop. Allemaal vol. Je bent er bijna. Je hebt nog 10 seconden. Ga door, ga door, ga door. Klop. Volgende. Is lunge, lunge, squat, squat. Lunge, lunge, squat, squat. Komt ie. Lunge, lunge, squat, jump, squat, jump. Lunge, lunge. Squat jump, squat jump. Draai 180 graden om. Zakken, zakken. Dan ga je uiteindelijk voelen in de benen. Je hebt nog 25 seconden. Kom op. Hop, hop. Zak en zak. Jump, zak en zak. Kom er nog. Ga door. Drie seconden. Volgende. Ga je naar voren toe lopen. Walk out. Walk terug. En maak een jump. Kom maar. Dus loop naar voren. Loop terug. En jump. Loop naar voren. Loop terug. Jump. Hop. Loop naar voren. Loop terug. Kun je die jump niet? Dan ga je alleen naar voren. En dan ga je terug. Uiteraard zonder de jump. Die is al zwaar genoeg. Loop naar voren. Je handen zoveel mogelijk naar voren. Bil mee laten zakken. Laatste 3 seconden. Volgende. Vloer aan tikken. Oh. Die wordt zwaar. Als je daar tussendoor wat pauze nodig hebt, dan pak je die. Dus tik de vloer aan, kom omhoog. Rustig tempo. Hoe vlieg snel deze? Is het voor jou te zwaar? Grond aantikken, arm omhoog. Ja, dus deze kun je tussendoor ook doen. Ook als het sowieso iets te zwaar wordt voor je tussendoor, dan doe je die ook. Je hebt nog 25 seconden. Kom op. Jump. Jump. Pak die power. Jump. Nog maar 15 seconden.
Kijk of je het snel kan nog even. Kom maar, hop. En op. En op. 5 seconden. Shuffle. Het is gewoon van de ene naar de andere kant. Ja. Tik de grond aan. Heb je veel ruimte? Dan ga je natuurlijk veel opzij. Anders heb je maar een paar kleine stukjes. Je pakt hem niet 2 keer. Hop. Kom op, hè. Seconden nog voor deze. Je hebt hierna nog 2 blokjes van 50 seconden. Dan ben je er. 10 seconden voor deze. Hou vol. Okay. Volgende. Dat was die we in de warming-up ook hadden. Deze. Dus een beetje snel. Gooi snel joggen. En iedere keer op. Trek even 1 been op. En op. En op. En op. Is deze te zwaar? Wil je even te pauze tussendoor? Doe hem zo. Dus jij mag hem altijd aanpassen. Wat voor jou haalbaar is. Doe dat dan ook, hè? Maar daarnaast, wees niet te voorzichtig, want je kunt namelijk meer dan wat je denkt. 5 seconden. Volgende. Je loopt naar voren naar de mountain climber. Daar heb je een mountain climber, 8 stuks. Dan wandel je weer terug en dan heb je 8 high knees. Ja, dus je gaat naar voren. 1, 2, 3. 6, 7, 8. Kloppen terug. Omhoog. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Weer naar beneden. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Kloppen weer terug. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Weer naar voren toe. 7, 8. En weer terug. Dus stel de 8. Hè. En til die knie op. 13 seconden zijn de laatste. Oké. Even op adem komen. Heb je daar een matje nodig? Want dan gaan we door met de buikspieren. Dus pak je matje, pak een handdoekje. Dan gaan we de hartslag even ietsjes laten zakken. Om daarna hartslag weer omhoog te laten gaan. Dus heb je een matje nodig? Je hebt eventueel een handdoekje nodig. Ik ga de timer even alweer klaarzetten voor zo direct. Zo direct hebben we 20 seconden. En 10 seconden hebben we rust tussendoor. We hebben 8 sets. En daarin gaan we oefenen. De timer staat klaar. We gaan eerst even de buik doen. Dus je mag op je matje komen liggen. Okay. Je benen gestrekt. Je armen gestrekt. Als dat lukt bij jou qua ruimte. En dan ga je om en om diagonaal optillen. Dus je gaat met je arm diagonaal naar je voet toe. Dus je gaat op en terug. Op en terug. Op en terug. Oké, tik zo hoog mogelijk je voet aan. Maak die twist. Voel het een beetje knijpen in de zijkant van je buik. Is het te zwaar voor je armen? Dan leg je armen neer. Dat kan eventueel ook, hè? Leg je gewoon naast je. Dan hoef je ze niet helemaal te strekken. En twist. Laag. Twist, laag, twist,
laag, twist. Laatste twee. Oké, leg je hoofd heel even neer. Laat ik de volgende oefening even zien. Je tilt je benen op. Je zet je voeten bij elkaar. Armen gaan lang. En als je opkomt, dan maak je jezelf klein. En je strekt hier weer uit. Dus je maakt je klein en je strekt weer uit. Oké, als je zover bent, dan mag je deze mee. Dan krijg je last van je nek. En dan tussendoor je hoofd heel even neer. Of ondersteun heel lichtjes jouw nek met twee vingers. Dat kan eventueel ook nog. Kijk even wat jij nodig hebt erin. Ja, dus je maakt klein. Wij maken je groot. Adem uit. En adem in. Adem uit. En adem in. Kijk wat het doet als je ademhaling gebruikt. Til je schouders mee op. Til de knieën echt in. En knijp die buik samen. Krijg je last van je rug als je je benen strekt, dan ga je benen daar naartoe. Dat kan namelijk ook, hier is het wat minder zwaar, dus dan maak je beweging wat kleiner. Laatste vier. Adem uit. 1, 2, 3. Leg je hoofd wel even neer, zet je voeten neer. Je gaat lichtjes je hoofd ondersteunen en we gaan diagonaal indraaien. Dus lichtjes je hoofd ondersteunen, om en om indraaien, benen strekken. Benen mogen ook daar naartoe, dat is iets minder zwaar, en ze mogen daar naartoe. Draai, draai. Probeer met jouw schouder naar de knie te draaien, in plaats van met je elleboog. Dus niet te veel aan je hoofd trekken. Laatste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en ontspan. Oké, dat was een stukje voor de buik. Dat was kort. Dan gaan we naar de staande. Dan gaan we nu dus weer terug naar de conditie. Om uiteindelijk weer die hartslag tot rust te brengen. En je lichaam weer even los te maken. Leg je matje weer weg. Dan gaan we daarmee beginnen. De eerste. Ik had hem net al uitgelegd wat we gingen doen. De eerste bewegingen laat ik eventjes zien. De eerste is een mountain climber. Deze, die doe je 20 seconden. En dan kom je daarna staan. Tweede oefening zijn squats. Deze, en die is ook weer 20 seconden. Dus je hebt iedere keer 10 seconden te wisselen. 4 minuten, 8 rondes. En over 10 seconden gaan we beginnen. Kom naar de grond toe, want dat is de eerste beweging die we gaan doen. Ja, dat is je mountain climber. Die pak je op het tempo die hij kan. Kan zijn dat je hem liever wat rustiger hebt. Dat mag. Kan zijn dat je hem heel snel wil. En alles ertussenin. Als je maar bezig blijft. En als je hartslag maar omheen omhoog gaat. Kijk, kom staan. Squats. Ook in 20 seconden. Kom maar. Zakken. Zakken. Hoog tempo als het kan. En probeer zo diep mogelijk te zakken. Dus laag. Knieën mogen naar een kleine teen. Goed je grond wegduwen onder jouw voeten. En weer naar de grond toe. Voor de mountain climbers.
Weer 20 seconden. Ja, kom maar. Die is ook voor de buik, hè? Die hebben we natuurlijk net al gehad. Maar nu pak je hem nog eens even extra aan. Blijf jezelf goed wegduwen van de grond. Squats. Zet je voeten goed weer neer. Ja, zakken. Op, zakken. Op. Probeer je tempo hoog te houden als dat kan. En probeer ook bij ieder setje met die squats je tempo ook hetzelfde te houden. Zodat je niet te veel gaat wisselen erin. Nu naar de grond voor de mountainclimbers. Kom maar. Even wachten. Ja, kom maar mee. Het is iedere keer maar 20 seconden, hè. Dat is natuurlijk helemaal niks op een dag. En als je eenmaal klaar bent, dan voel je jezelf weer lekker. Next. Weer squat. Je bent er bijna. Ja. Hoe diep kan jij zakken? En hoe snel kan jij bewegen? Nog een keer naar de grond. Eén keer de mountain climbers en dan nog één keer de squats. Ja, kom maar. Hou vol deze. Knop. Hou een mooi tempootje. En weer staan. Oké, weer de squats. Laatste 20 seconden. Dan is dit blokje van 4 minuten voorbij. Ja, kom maar. Dit was het eerste blokje. Even wat drinken. Even op adem komen. Pakken we het tweede blokje. Tweede blok ook weer die 4 minuten. Twee verschillende oefeningen. Ik pak even mijn matje erbij. Moet je misschien ook even doen, want de tweede oefening is namelijk een plank. En dan wil je wel even je ellebogen goed op de grond hebben. Dus een gewone plank. Deze, die kun je waarschijnlijk wel 20 seconden hangen. Hop, komen staan. Deze benen hebben we ook al eerder gehad. Twee keer. En dan squat, squat. En dan weer die lunge. Weet je nog? Dus twee keer lunge. Squat jump, draaien, squat jump. Twee keer lunge en weer twee keer de squat jump met het draaien. Hij is maar 20 seconden, dus probeer die sprongjes ook echt even mee te maken. Het is maar 4 minuten. Dus je hartslag die gaat nog echt heel eventjes goed omhoog. En daarna dan ga je weer gewoon rustig aan, hartslag weer laten dalen en weer herstellen. Dus, korte pauze nu, niet te lang. Ik ga hem aanzetten, dan gaan we over 10 seconden beginnen. We gaan met de lunges en de squats beginnen. 5 seconden. Ja, kom maar. Pam, pam. Dan draaien. Lunges, squat jump. Lunges, squat jump. Probeer snel te bewegen nu. Want je hebt nu namelijk maar 20 seconden. Dus straks waren het er 50. Maar nu heb je nog maar 20. Dus nu wil je eigenlijk zoveel mogelijk herhalingen even hebben. In die 20 seconden. En we gaan op de plank. Ellebogen onder de schouders. Vuisten bij elkaar. Ja, kom maar. En hou maar vast. Bovenbenen aangespannen. Klein beetje in de billen knijpen. En als het kan, jouw ellebogen naar de tenen toe trekken. Bovenrug mag rond zijn.
Als je maar goed alles inknijpt, goed die spanning in die buik. Dan maak je jezelf net even wat zwaarder op deze manier. En kom in staak. Doe je zes squat-ups. Dus plank kun je op verschillende manieren uitvoeren. Hè? Ja, komt weer. Lunge, lunge. Squat en squat. Lunge, lunge. Snel wisselen. De speed in die lunge. Hop, hop. Blijf langer in de benen. Dan ben je net even iets sneller. Ja, ik kom weer naar de grond. Opnieuw weer naar de plank. Oké, kom in de plank. Je kunt ook gewoon zo blijven hangen. Let erop dat je billen niet te hoog zijn. Maar ook niet te laag. Maar hop zo net even in het midden. Dat je voelt dat je daar spanning hebt. Dan zit je goed. Kin iets intrekken. Lange rug. Voor deze positie. Deze plank was weer net even een iets andere uitvoering dan die ik daarvoor deed. Er zit namelijk wat verschil in en dat kun je voelen. Gaan weer. Shuffle. Hop. Kom op, hè. Maak tempo. Ga door. 8 seconden nog voor deze. Blijf doorgaan. Maak jezelf niet te makkelijk. En weer naar de grond. Opnieuw weer naar de plank. Pak weer die iets zwaardere weer als je kan. Dus je komt daar even in positie. Oké. Knijp in de billen. Dan kantel je bekken iets. En vervolgens ga je je ellebogen intrekken naar de tenen. Dus je graaft jezelf als het ware in de grond. Voel wat het doet voor je buik. En knijpen, kom op. Kom staan. 2 keer 20 seconden nog. 40 in totaal. Stel niks voor. Ja? Kom maar. Hop, hop. En snel, hè. Dat zijn die laatste 20 seconden. Kom op. Pak ze mee. Plank. Pak de plank zoals jij hem wil, die laatste 20 seconden. Dus kom in positie. Ja, komt hij aan. Laatste 20 seconden. Als je mee wil, knijp in de billen. Trek je ellebogen in de grond. Dan trek ook je tenen naar je toe. En knijpen. Nog iets harder knijpen, want je bent er bijna. Los. Oké. We zijn er. Je mag sokken en schoenen even uitdoen. Zet even een ander muziekje op. Iets meer ontspannend. Zorg ervoor dat je je matje weer bij de hand hebt. Die heb je nodig. We gaan hier staan. Even rechtop staan. Weer zoals we begonnen. Even contact maken met je lichaam. Hartslag mag wat dalen. Als goed heb je het lekker warm nu. We gaan even een stukje kracht voor de benen doen. Zet de voeten wijd. Rechter tegen het uit. Linkervoet zet je dwars neer. Je zakt door je benen. Je armen gaan lang. Je knie duw je open naar de kleine teen. Achterste been is aangespannen, zodat jij jouw heupen geopend hebt. Borst is opgetild, armen zijn lang.
Sun Warrior, kom achterover. Adem uit. En zak. Maak een mooie C van je bovenlichaam. En zwaai. Elleboog op de knie, armen lang. Zwaai vervolgens weer terug. Sun Warrior. En zwaai weer naar de Extended Warrior. Zorg dat je laag in de benen blijft. Dat je alleen maar beweegt vanuit je bovenlichaam. Maak je bovenste arm lang. Adem in. En adem uit. Adem in. En uit. Adem in. En uit. Twee keer. Strek weer de benen. Allebei de benen strekken, armen lang. Wissel van been. Andere kant. Buig je linkerbeen. Borst is weer opgetild. Knie openen. Achterste been aangespannen houden. Doordat je wat spanning op de benen hebt, heb je ook automatisch wat spanning in heel jouw bekken. Dus hier. En dat is ook wel belangrijk, want op die manier bouw je hier ook wat meer kracht op aan de binnenkant. Blijf je borst optillen. Sun Warrior, haal hem even vast hier. Even voelen hoe dat hij aan deze kant aanvoelt. Het kan zijn dat hij aan deze kant heel anders aanvoelt dan aan de andere kant. Dat is niet erg, alleen maar waarnemen. Merk het op. Hij maakt lang. Haal hem heel even vast. En kom open, Sun Warrior. Adem in. En adem uit. Adem in. En adem uit. Adem in. Beweeg op je ademhaling. Adem in. En adem uit. Adem in. Twee keer. Al lang benen strekken. Tenen naar voren toe. Buik vanuit je heupen naar voren. Handen naar de grond toe. Duw je hielen uit en voel de stretch aan de achterkant van jouw benen. Buig je benen en kom zitten in een kleermakerszit. Rechtervoet is voor. Maak een twist. Draai naar de rechterkant. Blijf je borst optillen. En als je uitademt, probeer net een klein beetje verder te draaien. En draai naar de andere kant. Zet je hand op je bovenbeen. Draaien. Hou een mooie rechte rug. En dan iedere keer als je uitademt, kijk of je een klein beetje verder kan draaien. Dan voel je die twist wat vanuit je onderrug. En pak daar rustig aan je ademhaling mee. En vanuit hier, kom naar voren toe. Je handen even ontspannen aan de grond. Voel beide zitpotjes op de grond.
En ontspannen jouw nek en jouw schouders. Laat het even los. Ontspannen. Ontspan een beetje bij de onderrug. Kan de zij of kopje rugje gaan, straal kwartslag. Trek je benen in, leg jouw armen wijd en leg jouw benen allebei naar mijn kant. En probeer jouw schouderbladen op de grond te houden. En terwijl je schouderbladen op de grond houdt, ga je bovenste been strekken en dan leg je hem neer. Voelt dit voor jou niet fijn om je bovenste been te strekken, dan hou je hem gewoon keurig ingetrokken. Maar door hem daar net even wat op te rekken, krijg je net een betere stretch in die bilspier richting die onderrug. Dus als je daar wat last op of wat stijf bent, dan kan dat echt heel ontspannend zijn. Het kan zijn dat je daar net wat meer ruimte creëert. Je trek je benen in, leg hem naar de andere kant. Eerst neerleggen, schouderbladen op de grond. En dan strek je weer je been. Eigenlijk hetzelfde. En merk op hoe de tegenkant aanvoelt. De kans is groot dat dat net even iets anders aanvoelt. Zeker als je aan één kant misschien net wat sneller of wat eerder last hebt van je rug. Trek je benen in, pak je knieën vast. Maak jezelf klein. Til je schouders op. Pak je knieën echt even helemaal vast. Leg je hoofd neer. Rol rustig aan op. Kom er even in de kleermaker zitten. Oké. De hartslag is nu weer wat rustiger. Heb je contact gemaakt met je lichaam. Dus nu kun je de dag weer vervolgen. En als je het nog fijn vindt, kun je hier achteraan nog wat ademhalingsoefeningen meepakken. En wat je bij deze les ook kunt doen, is alleen maar bepaalde stukjes pakken. Dus je kunt het eerste stukje pakken. En het laatste stukje, of je doet alleen het middelste gedeelte, net even afhankelijk hoeveel tijd dat je hebt of wat je wil doen, of je pakt de volledige les. Ik dank jou wel voor het meedoen. Namaste.